De Kramerterminal in de Rotterdamse Eemhaven. Vanaf hier vertrekt Container 42 aan zijn wereldreis. Ja, we zijn er super trots op. We hebben in mei hebben we hem al op een proefritje gestuurd naar München. Via de trein en binnenvaartschip hebben we allerlei dingen uitgevonden en ook wat kinderziektes geconstateerd. Dat hebben we nu allemaal aangepast en vervangen. Hij is er nu helemaal klaar voor zijn tweejarige reis rond de wereld om allemaal data te verzamelen onderweg. En dat doen we weer met het zeeschip, met het binnenvaartschip en met de trein. En we zijn super benieuwd wat we daar allemaal gaan uitvinden met elkaar. Container 42 is een hyperintelligente container. Uitgevonden door het havenbedrijf Rotterdam en volgestopt met sensoren en communicatiemiddelen. Nou ja, dit is eigenlijk het kloppend hart van de container, het zenuwcentrum. En als je er zo naar kijkt, al die sensoren hier tezamen, het stelt eigenlijk tegenwoordig niks meer voor. Het past spreekwoordelijk in een kratje bier. Tijdens de reis meet de container onder andere vibratie, helling, positie, geluid, luchtvervuiling, vochtigheid en temperatuur. En op het dak liggen zonnepanelen die energie opvangen. We worden in de toekomst geconfronteerd met twee enorme uitdagingen. Enerzijds de energietransitie en anderzijds de digitale transformatie van onze samenleving. En daarvoor willen we de slimste haven ter wereld worden. Dat is onze missie. Nou, en dan gaat hij op avontuur. Ja, mooi hè? Over 2 jaar zie je hem terug. Juist, en dan zijn we een hoop wijzer geworden.